Oh ja, maar dat is wel gezellig natuurlijk met die Van Duin, hè? Dat wordt lachen geblazen. Oh, dat is wel gezellig. Oh, die Van Duin, ja. Nou, mees heer, dat zal wel even lekker worden met die Van Duin. Flauwekul allemaal, ga mij maar een neut, mees heer. Een interview met Harry Remmers, oh, dat lijkt me heel gezellig. Ja, ja, interessante man, aardige man lijkt me ook. Hij werd op 20 februari 1947 in Rotterdam geboren. Hij strandde op de LTS omdat hij liever komiek wilde worden. Vanaf zijn 15e bestookte hij de media met zijn talenten, maar de deuren bleven gesloten. Op 24 juni 1964 brak hij door met een verbluffende imitatieact met behulp van een bandrecorder. Vanaf dat moment rees een ster in theater en radio en tv. In 1975 kreeg hij de televisiering. Zijn typetjes en gekke bekken maakten hem tot volkskomiek nummer 1. Zijn grootvader werkte in de Rotterdamse haven en zijn vader was behalve magazijnbediende zijn grootste fan. Zijn naam André Kivon, of... Mijn naam is André Van Duin en ik ben komiek. Nu, als je dit terug ziet, wat nou ja, dit is... Leuk jochie. Ja, ik bedoel, is, hoe heet het? Nostalgie, hè? Wat, dit is natuurlijk altijd leuk. Oude vakantiefotootje van vroeger is ook lachen geblazen. Maar het ziet er natuurlijk absoluut niet uit, hè? Het zou nu niet meer kunnen, toch, hè? Het is inderdaad wel gezicht 1964. Weet je wat mijn zuster is? Die is meer... Zie je daar nou iemand anders staan? Nou ja, want ik ben wel erg veranderd. Ja, het is wel een beetje een ander figuur. Ja, ik ben het wel, maar... Ja, het is toch wel een beetje vreemd iemand eigenlijk, als ik het zo zie. En ook al die bewegingen en dat vallen en dat drukke gedoe en ontzettende scheve bekken trekken, dat doe ik nu dus ook niet meer. Ja, ik bedoel, ik heb de naam van scheve bekken trekken, dus die raak je nooit meer kwijt natuurlijk. Maar zo erg als ik het toen deed, dat doe ik nou niet meer. Het is toch wat bezadiger geworden. Je kan het misschien niet meer, wel. Zo gek zou ik niet meer kunnen doen. Nee, ik wil me laten vallen en zo. Maar ja, oh, 17 jaar, want zo achterover op 17-jarige, dan denk je er niet meer na dat je ook nog iets zou kunnen breken of zo. Hè? Je laat je me vallen, hè? Maar tegenwoordig denk ik van nou, voorzichtig. Je mag er eerst een dekentje onder. Toen je met die bandrecorder door het land trok, wat verdiende je op zo'n avond? Weet je dat? Ik dacht iets van 75 gulden of zo. Ja. Knapen verdienen dit geld, nu knapen verdienen meer geld dan u en ik bij elkaar. Ja, ik ben redelijk vroeg al begonnen met geld verdienen. Maar ik heb weinig opleiding gehad hoor. Ik heb alleen maar lagere school gehad en ik heb 1 jaar technische school gehad. En toen ben ik gaan werken omdat ik alleen maar komiek wou worden. En ik heb steeds maar geprobeerd overal maar op te treden, alle talenten die achteraf en zo. Nou, tot ineens dat doorbraak dat ik bij de nieuwe oogst kon komen. En toen was het Dat wilde je eigenlijk al bewust, hè? Komiek worden? Altijd. Dat zat al heel vroeg in. Altijd. Maar ik ben blij dat ik met die band ben begonnen, want toen de tijd had ik toen nog nooit goed, nog niet goed grappen kunnen vertellen en zo en schetsjes kunnen doen, want het is toch iets, ja, god, dat is een ontwikkeling, hè? Dat groeit gewoon. Je kunt niet als 17-jarige al moppen en grappen vertellen, want dan ben je er nog te jong voor. Een hoop dingen kun je niet, schoonmoeder grappen en zo, die slaan nog nergens op natuurlijk, bijvoorbeeld, ik zeg maar één ding. En kijk eens, in het algemeen denken wij kunstenaars weinig, hè? En over muziek denken we helemaal niet, want dat is iets wat het uit het onderbewuste als een soort moerasgas naar boven welt. En als u dus een beroep doet op mijn intelligentie, dan graaft u in een beerput. Het is toch wel leuk dat ik het zelf op video heb, dat is natuurlijk toch een historisch moment voor mij dan. Ja. Zo, André, je echte naam is André Kivon. Ja, Karel Ipsel en Victor Ottonico, ja. Juist. Dat weet je dus nog. Ja. Je neemt altijd op met Van Duin, hè? Je bent gewoon Van Duin geworden voor jezelf. Beschrijf nou eens even André Kivon, wie is dat? Dat ben ik dus. Ik ben een hele... Nou, dat is een vrij nuchtige, relativerende figuur die het allemaal op een afstandje bekijkt. En die eigenlijk André Van Duin heeft om het werk voor hem te doen. En die Kivon blijft altijd thuis. Dus een zeer rustig persoon. En die dat allemaal maar door die andere gek laat doen. En die Van Duin, die springt wel rond en zo. Wop. Maar als het doek dicht is, dan is meteen Kivon er weer. Ja, je hebt rood haar, hè? Ja. Het is gewoon iets minder rood, vind ik. Wordt steeds minder, ja. Je wordt wat ouder, hè. Ja.
Maar dat was de aanzet voor je carrière. Is dat zo? Ja, nou dat denk ik. Hè. Als kind dacht ik... ik werd natuurlijk vroeger altijd vreselijk gepest als kind met rood haar. Dan word ik voortdurend nageroepen. Rode kroten, vuurtoren of al die bekende dingen. En ik denk dat ik dat als een soort verdediging toen zelf het wapen al in handen heb genomen. Door er zelf van tevoren al grappen over te maken. En ik heb altijd als kind al geprobeerd om mensen om hun vriendjes dan dus aan het lachen te maken. Om dat te overwinnen? Dat denk ik. En daardoor vonden ze me altijd wel... Ik werd ook altijd meteen gevraagd als er iets georganiseerd moest worden. Dan was ik meteen de organisator. Of niet, of de organisator, de man die de grappen dan moest vertellen. Jullie wachten dat gouden moment af dat hij dus echt moet zeggen, ik kan niks betalen. En dan rammen jullie met elkaar. Jullie doen dat morgen ook, behalve dat het er niet toe komt. Want zoals in een komedie gaat, gebeurt dat nu net iets anders. Hè? Dat zien we dan wel weer. De blinde cameraman begeeft zich nu achter zijn camera. Ja, opgelet kunnen we weg, Frans. Ja. Daar gaan we geluid. Monkelen, hè. En actie. Een blik achter de schermen van André's tweede speelfilm, waar hij regieaanwijzingen krijgt van Dimitri Frenkel-Frank. Top. Dank u wel. Goed voor jou, Frans. Ja, ja. Dat is leuk over de schouder. Ja, check het dat, leg me neer. Spugen? Nee hoor. Niks vergeten zeker, hè? Ja, het is zeker allemaal getrukt. Pas op. Alles door je natuurlijk, hè? Het is allemaal gratis, hè, dus je neemt je kans. Maar... Zeg, Dimitri, is het jouw eerste film met André? Mijn eerste, maar ik denk niet mijn laatste. Nee? Dat is echt fantastisch met hem werken. Hij is niet... Ja, vervelend om te zeggen waar hij bij staat, maar... Zal ik even weggaan? Nee. Nee, maar hij is echt het eerste. Hij is dus ongeveer alles wat je als regisseur wil hebben, hè? Hij is een briljant komiek. Maar hij is ook uitermate gedisciplineerd. 100% inzet elke keer. Niet kapot te krijgen. Zeer vitaal. Echt veel verschillende teksten. Screenpersoonlijkheid. Hij heeft alles wat je wil hebben. Heb je bovendien een bijzonder aardig en lief mens. Ja. We hebben het heel gezellig gehad met elkaar nu. Ja. Ja, heb je het naar je zin gehad? Ja, fantastisch. Ja. Kijk, Dimitri is namelijk alles wat je wil hebben. Is bijzonder gedisciplineerd. Ja. Wat zijn er meer? Nou, briljant regisseur. Briljant regisseur. Ja. En bovendien een erg aardig mens. Ja, maar wat voor soort komiek is André nu in jouw ogen? Nou, het is iets wat... Kijk, er zijn mensen die vinden het vreemd dat ik met hem werk, want die denken dat ik een verfijnde intellectueel ben. En dat hij een grove volkscomiek is. Dat dacht ik ook een beetje. Nee, het is andersom. Het is andersom, ja. Ik ben een grove intellectueel en hij is een verfijnd komiek. Ja. Nee, maar ik denk, we hebben hetzelfde, laten we zeggen, wat gevoel voor absurde, groteske humor. En daar vinden we elkaar in. En majesteit, de pijn? Nee, je moet iets meer nadoen. De toon waarop nu gesproken wordt. Dus deze commandotoon. Dus jij moet echt roepen. Je doet erna. Je roept nu. En majesteit deed het pijn. En majesteit deed het pijn. Ja, pijn. Dat wordt. Afval. Dat is het nog maar. Gerrit. Kunnen we even repeteren? Nu? Nog meer die kant. Ik ben zo arm omheen. Dat ding in de juiste positie. Ja, is de positie juist? Ja. Van de tang iets meer naar die. Ja, zo. Beter, ja. Blikken gericht op de keizer. Heroïsche uitspraak en opgelet. En actie. En majesteit deed het pijn. Pijn! Dat woord kent uw keizer niet. Dus het kussen op de camera. Even kijken. Hier gaat hij goed. Hoeft deze? Nee. Prima. He? Prima. Zie je dat? Ja. Kijk, ik geef op elkaar. Hier. Ja, dan wordt het achteraf van aandacht. He? Tak, helemaal om. Tak, helemaal terug. Want daarna heb ik hen. He? Ja? Dat ding van aandacht, man. Stik aan het. Attentie voor een repetitie. Mijn boezemvriend! Hey! 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 Ja, dat is prima zo. Zo kunnen we doen.
Ben jij politiek geïnteresseerd, André? Nee. Nee. Kun je niet zeggen. Nee hoor. Heb je gestemd? Ik heb gestemd. Ik heb VVD gestemd. Omdat ik vond Ed Nijpels een leuke gozer, maar ik... aardig vind, maar ik zou verder bij God niet weten wat ze nou voor dingen... Maar ik heb daarvoor altijd D66, want toen vond ik te lauw weer een aardige man. Ik denk, nou, die komt ook wel leuk over. En dat had ik nu bij Ed Nijpels. Ja, ze zijn aardig man. Ja. En toen denk ik, nou, die is altijd een jonge vogel, dus nou heeft een beetje een nieuwe wind. En de VVD vind ik wel, heeft goed beleid wat betreft de media, hè, wat betreft televisie. Hè, want dat hele zootje is dus vastgeroest daar in Hilversum. Dus het wordt goed dat een beetje... Dat er een beetje cola tussen gegooid wordt. Dat er een beetje los komt te zitten. Want ik bedoel, zoals wij met het mediabeleid, dat is natuurlijk om gek te worden. Hè, want dat is mijn bureaucratie. Dus het is heel goed dat er een beetje frisse wind heen waait. En dat doet... Maar stel dat Ed Nijpels van de PvdA zou zijn. Zou je dan ook op hem gestemd hebben? Nou, dat weet ik niet. Want ik ken het programma van de PvdA. Ja, ik ken eigenlijk geen programma. Ik weet alleen dat de VVD dat mediabeleid goed is. Want dat roepen ze ook steeds. Dat is het enige dat ik weet eigenlijk. Financieel gezien, hè? Ja. Dan zou je eigenlijk al rustig kunnen gaan leven, hè? Ja. Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik zou het best wel redelijk goed kunnen hebben, maar... Je hebt hard gewerkt. Je bent 36 jaar. Ja. Ja, ik heb zeker hard gewerkt. En het gaat ook nog steeds goed. En ik heb ook geen enkele behoefte om ermee op te houden. Trouwens, echt mee ophouden zou ik niet kunnen. Ik bedoel, je moet altijd wel blijven werken. Ik vind stilstaan is ook rij verroest, hè. Je moet altijd bezig zijn. En daarom probeer ik al zoveel mogelijk een beetje te veranderen en zo. En nieuwe dingetjes erin te doen. En ook verschillende dingen. Daarom doe ik ook zowel serieuze liedjes zingen als gekke liedjes. En alles door elkaar. En Dik van elkaar is weer wat anders. En de revue is weer wat anders. En de film is weer wat anders. En het theater is ook weer anders. Dus je wat verschillende dingen doet. Alles wat André zingt wordt een hit. En ook zijn meer serieuze liedjes vliegen over de toonbank. En voor je het weet is er weer een feestje met een gouden plaat. En zeg uitdrukkelijk voor deze avond... dient geen ieder hem met onderscheiding te behandelen... Nou. En hem aan te spreken met de eretitel deken. Deken. Deken heeft een zware taak. Hij zal zich regelmatig tot zijn disgenoten wenden... onder het uitroepen van de heilwens gezondheid. Wat is het? Of we zinken, of... De heer Deken, kan u even naar voren komen? Moet ik weg? Cor, help je wel. Jongens, prettige avond, hè? Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Wist je het? Ik ga vanavond een paar dingen doen. Ja. Je hebt een LP gemaakt. Er staan dingen op die ik verschrikkelijk mooi vind. Je hebt het zo fantastisch mooi gezongen dat ik eerlijk moet zeggen dat ik gewoon moet zeggen dat je kan zingen. En dat heb ik eigenlijk nooit van je verwacht. Daarom heb ik hier bij me. Ja. Dat is de hoes. En die is opgenomen bij de zangeres onder naam volgens mij. Nee, die is bij je thuis opgenomen, zie ik, want ik zie het in de open haard. Ja. André, ik hoop dat je er heel veel succes mee mag hebben. En dat die heel gauw goud mag zijn. Erg en blij mee. Liever nog eigenlijk platina. Platina? Ja, voor jou. Erg blij mee. Juist. Dank je. Dan heb ik nog een verrassing voor je. Werkelijk. Er zijn er meer dan 50.000 van verkocht. Dus daar krijg je iets voor, dat weet je. Hang hem op een plaatje waar je... Heb je nog eigenlijk wel plaats? Ik maak er gewoon plaats. Van harte gefeliciteerd ermee. Verschrikkelijk. Ik had vanmiddag een andere speech gemaakt. Dat ik dacht dat het singeltje goud werd, maar dat heb je gehoord. Dus ik moet het zo even doen. Maar we hebben er bij me. Sjander, je hebt net een gouden plaat gehad, hè? Ja. Is dat nou je laatste? Ik hoop het niet. Waar ga je die nou hangen, die gouden plaat? Ik heb de platen allemaal in mijn studio hangen. Oh, ja. Ik heb een radiostudiootje thuis. Oh, ja. Waar ik dus altijd Dik van elkaar zie opneem. En er hangen ook allemaal gouden plaatjes. Ja. Ik heb er heel wat naar hoor. Ik heb platina en goud. Weet ik veel, stuk of 10, 11, 12 overal. Maar ik verzamel ze, dus het komt goed uit. Dus je kunt hem ook niet echt draaien eigenlijk, hè, een gouden plaat? Nee, sowieso niet, omdat hij in een lijst zit. Hè. Ja.
Je moet hem eerst, als je hem wil draaien, uit de lijst halen. Maar dat moet wel. Dus, ja. Als gewoon, dus ook als je hem koopt, dus in een hoes. Ja. Het liefst is André gewoon André Kivon en ontspant hij zich met zijn vriend Wim aan zijn huisbar aan de Vecht. Nou, kijk, Harry, nu zijn we een beetje in het gezelligste plekje van het huis. Dit was eigenlijk de garage, maar die hebben we dus omgebouwd tot bar. En daar hebben we heel wat gezellige feestjes al gehad. Met 30 man hebben we erin gestaan, dat is wel vol hoor. De auto blijft buiten. Hè? De auto blijft buiten, ja. Ja. Maar, dit hebben jullie zelf gemaakt? Ja, nou, tenminste, Wim heeft het allemaal ontworpen en aangekleed en gedaan. Hè? Ik ben er niet zo'n help mee. Dan ben je wel een poosje mee zoet mee dan. Ja, dat wel. Maar dat is een beetje een hobby van me. Nee, die heb ik 3 maanden over gedaan, hè? Ja, met de rest van het huis. Ja. Nou, dit heb ik laatst gedaan. Eerst heb ik het hele huis gedaan en toen niet achter. Nou, je hebt het huis, dat vertelde André tenminste ook, voor het grootste deel zelf opgeknapt, hè? Ja. Nou, dat is wel... Maar jullie zijn... Bouwvakkertje, hoor. Ja. Bouwvakkertje. Zo, maar jullie zijn ook erg huiselijk, hè, ingesteld verder. Ja, heerlijk. Ja, veel kennis over de vloer altijd, gezellig man. Is dat ook een beetje omdat je, dat je eigenlijk als je uitgaat, dat je dan toch altijd wel voor een groot deel wordt lastiggevallen? Dat je nooit echt... Nou, we gaan hier meestal in Loosdrecht, in vaste zaken waar we mensen kennen, gaan we meestal heen. En dan ken je al iedereen, dus dat is alleen maar gezellig als je binnenkomt. Ja. Moet je wel eens om lachen, Wim? Ja, natuurlijk. Dat is net als ieder ander. Ja hoor, ik ben zo vreselijk leuk. Oh, je ziet nog, die humor zie je nog wel. Ja, dat begint. Heel begint morgens al, hè. Met een komiek samenwonen is, ja, slagen geblazen hebben. Het begint morgens al. Met mijn beste spaartje. En kinderen die... Kinderpostzegels, ja. Ja, die kinderen, dat is jouw groot gedeelte van jouw publiek ook, hè? Die kinderen, ja, heel veel. Vooral grammofoonplaten en zo, die worden echt van de kinderen gekocht. En nou, alles wel zo'n beetje ook de tv-shows en overal kijken altijd ontzettend veel kinderen naar. Jullie hebben ook een kind geadopteerd, hè? Ja, Marijke, die woont in Zuid-Afrika, in weet ik veel, een of ander klein gat. En dat is gewoon erg leuk, er zijn brieven en post van en zo, en tekeningetjes en zo, en dan stuur je weer een briefje terug. Dat vertalen ze daar dan, want ik ken natuurlijk geen Afrikaans. Je zei net, we hebben veel vrienden hier. Ja. Zijn dat nou vaak vrienden uit de artiestenwereld of heb je ook vrienden die totaal buiten... Nou, een beetje gemixt. Ja. Een beetje gemixt. Ik heb niet zoveel mensen uit de artiestenwereld hoor. Er zijn maar een paar die regelmatig... André Hazes komt regelmatig en Willeke Alberti, nou, Jof Valk, nou, Jof van de Ende, Van Gorp. En verder hebben we een beetje gewoon algemene kennis. Tenminste, mensen die regelmatig komen hier. Ja. Zijn Wim? Hoe vind jij dat als dat André zo in de belangstelling staat? Is dat voor jou een... Nou, vaak een... natuurlijk ontzettend leuk, maar aan de andere kant... ja, geeft nou ook op ongemakken. Ja, maar je houdt ook meer om van op de achtergrond te blijven? Ja, absoluut. Dat gebeurt vaak. Ja, maar het is vreselijk moeilijk hoor. Ik benijd hem niet hoor, want het is vreselijk moeilijk om als een soort aanhangwagen eigenlijk te fungeren. Hè? Want je hangt eigenlijk maar een beetje bij altijd. Dat is erg moeilijk om dat te accepteren. Maar dat doet hij geen nergens. Maar ik geloof dat je dat inderdaad heel goed doet. Want jij ziet jezelf niet als een aanhangwagen, denk ik. Nee, maar door de jaren ik denk ik wel aan gewend. En, dat heb ik er moeite En precies die twee, hè? Precies die twee. Daar mikte ik ook op. Ik heb een gouden bal. Your turn. Ben ik weer? Vind jij? Waarom schrijf je nou die strijk voor mij net bij jou? Oh, sorry, heb je dat gedaan? Ja, die hoort hier hoor. Oh ja. Fijn dat je in de gaten houdt, die man. Hè? Dat was even om de spanning. Ja, maar een groot kruikje. Ja. In het gootje, hè, weet je. Ja! Dat vind ik nou leuk. Sorry hoor, sorry. Wat ging ineens? Nou,
Ben jij een sportief type? Ik ben niet zo'n sportief type. Ik vind bowlen vind ik leuk, omdat het de combinatie is van horeca en wat doen. Hè. Dat vind ik leuk. Je kan een show de boelen en je kan tafeltennis en zo. Dat vind ik leuk als je verveelt in de bar. Maar doe jij veel aan sport verder zelf? Nee. Nee, ja, met vakantie dan zwem ik wel eens, maar ik ga niet iedere dag tennissen of zo of paardrijden, dat heb ik allemaal niet. En spelletjes bijvoorbeeld, flipperen of wat dan ook? Ja, vind ik ook wel. Nou, ik vind televisiespelletjes vind ik wel aardig. Maar dat is ook natuurlijk een passief iets, maar dat is het enige spelletje. En nou, wat ik ook, kaarten vind ik wel leuk. En hard te jagen of zo, dat vind ik leuke spelletjes, maar en Monopoly, maar echt sportief, nee. Heb jij nou altijd geld op zak? Of ik altijd geld op zak? Ja? Ik heb nooit geld op zak. Ik sta altijd zonder geld. En stom van mij, ik vergeet ook altijd geld mee te nemen. Maar ik heb, dat is dan weer het voordeel van de populariteit. Mensen kennen je, dus nou, dat komt dan wel goed. Dus dan volgende dag dan, stuur ik het geld wel op of zo, als ik dat moet rekenen. Maar ik vergeet altijd, zo stom bij benzinepomp ook. Dan heb ik altijd zo'n vaste rekening bij een pomp bij ons in de buurt. Ja. Dus dat is niet zo'n probleem. Maar ik heb nooit zoiets achterlijks voor mij. Er zijn altijd heel veel mensen die denken dat als je heel populair bent, dan hoef je ook nooit te betalen. Maar dat is niet zo. Hè? Dat is niet waar. Nee. Dat heb ik tenminste nog niet meegemaakt. Nee. Je moet gewoon betalen ook? Ja, absoluut. Je moet voor alles betalen. Ja. Dus als je nog adressen weet waar ik niet hoef te betalen, dan kom ik daar zeker langs. Ja, dan ga ik met je mee. Dan zullen we verder gaan? Ja. Dank u wel. Ja, kan daar genoteerd worden. Goedemiddag dames en heren, op de sales 82. Heeft niets met zeilen te maken natuurlijk, maar met verkoop. En hier in de Button shop van de Buttonbos gaan we even de prijzen dreigen. Dus dat is natuurlijk vreselijk leuk. Hè? Nou hebben ze aan mij gevraagd, waarom mag het lieve God weten, om even de prijs uit te reiken. En ik hussel even goed. Bereidwillig holt André tussen zijn werk van de ene tentoonstelling naar de volgende winkel om zijn grollen te verkopen. In zaken doen is hij beslist geen komiek, al heeft hij zijn manager Theo Rekkers nodig om alles op de juiste giro te krijgen. Ja, Theo. Ja. Als ik het goed heb, 18 jaar manager van André van Duin. 18 jaar. Jij hebt eigenlijk vanaf het allereerste moment heb jij meegemaakt. Ik wil eigenlijk van jou drie hele goede eigenschappen horen. Drie goede eigenschappen? Ja. En daarna drie slechte. Nou, laat ik beginnen met de slechte dan. We gaan een beetje opbouwen. Nou, slechte eigenschappen. Als iemand zijn zaak doet, zou het natuurlijk waanzin zijn om slechte eigenschappen te vertellen. Nee, graag. Ik wil dat ook wel eens horen. Ja. Dus, slechte eigenschappen. Ik wil het toch even vermelden. André zit in een positie en bekleedt een vak. Hij zou wel eens nee moeten zeggen tegen mensen. Maar André gaat altijd moeilijkheden uit de weg. Houdt niet van onenigheid, houdt niet van discussies. Dus hij doet vaak dingen waar hij later zelf misschien een beetje spijt van heeft. Dat is één. Ja. André heeft hij niet. Nou, ik rook. Je rookt. Ik rook, slechte eigenschap. En ik rij veel te hard. Is dat zo? Ja. Ja, ik ga veel te laat naar bed. Dan noem dan nog maar één hele goeie. Een hele goede eigenschap is, vind ik altijd, dat hij zich nooit voorstaat en nooit spreekt over zijn eigen succes. Het succes van anderen hoor je altijd van derde. Ja, ik vind toch wat ik net deed wel geweldig. Dat was heel goed. Dat was heel goed. Tweede goede eigenschap vind ik zijn ijver. Hij zou rustig het hele jaar in theater kunnen gaan staan en dan één keer per jaar een keer televisieuitzending daaruit doen. Maar in tegendeel, hij doet radio, hij doet televisie, hij doet film, hij doet alles wat maar kan. Als hij is zeer ijverig. Jij bent ook nog deel van een heel bekend muziekgroep geweest, hè? Dat is waar. Noem het ons even. De Spelbrekers. Samen met mijn collega Kok, Hugo. Ben je een van de Spelbrekers? Ja, zie je het? Kijk, dat wist ik helemaal niet. Ja. Oh ja? Ja. Al heel lang. Ja. Doet er 18 jaar al niks meer. Zit jij... Interessante uitzending, zo hoor je nog eens wat. Als ik zeg tegen mensen, nou, ik heb André van Duin in het programma. Hè? En dan zeggen de mensen tegen mij, die zeggen, ik hoop dat nou eens een keer, dat we eens een andere André van Duin te zien krijgen. Ja, dat is een andere, hè? Maar volgens mij is het niet, hè? Nee. Ja, ben jij nou werkelijk moeilijk te doorgronden? Ja, ik geloof het wel. Ik ken mezelf niet eens. Ja, ik ben moeilijk te doorgronden, hoor. Privé laat je heel weinig los, hè? Voor jezelf. Ja, wat doe je dat bewust? Ik vind het ook niet zo makkelijk om... maar ik denk dat dat heeft met dat je bent de hele dag met het vak bezig. Tenminste, niet bewust, maar je loopt de hele dag te denken. He, dan moet je alle grapjes... Want het is belasting als komiek. Je kan nooit eens gewoon normaal in beeld komen, want de mensen willen altijd lachen.
moet altijd iets leuks ook gebeuren. Hè? En een andere iemand, gewoon die serie, dat hoeft dan niet per se leuk te zijn. Die zegt gewoon zijn zegje en zeggen de mensen gewoon aardig man of sympathiek of ze vonden er een bal aan, wat dan ook. Maar er moet altijd wat leuks gebeuren. Dus je bent toch constant op je, in het dagelijks leven ook, toch op je kievieren, dat je een redelijke indruk maakt. En ik doe dus niet lollig, maar je bent toch voortdurend bewust van de schijnwerpers die op je staan. Iedereen let op je en de volgende dag hoor je ook meteen als je ergens geweest bent. Goh, ik hoor dat je daar geweest was, of daar geweest was. En je hebt niemand gezien, maar je wordt toch gesignaleerd. Je wordt voortdurend gesignaleerd door iedereen. Iedereen houdt je voortdurend in de gaten. En dat is dacht ik wel een belasting. Maar ik ben niet zo makkelijk om mee samen te leven, geloof ik hoor. Ik ben een zeer warrig hoofd. En ik vergeet alles. Ik ben zeer rommelig. En ik heb echt iemand nodig die dat allemaal bijhoudt en die achter me aanloopt. Want ik kan dat alleen, kan ik dat nooit rooien hoor, maar dat gaat dus prima zo. Maar je hebt Wim die dat allemaal voor je keurig regelt. En Theo die dat allemaal voor... Theo doet de zakelijke toestand. En Joop van den Ende die doet de artistieke toestand. Dus het wordt allemaal keurig geregeld. Maar ik zou dat in mijn eentje allemaal niet kunnen, want daar ben ik veel te chaotisch voor. Ik wil even André Kivon, even met je praten. Kan dat? Ja. Ik noem een paar woorden. Oh. Ik ben bereus niet hoe jij als Kivon op die woorden reageert. Hmm. Hè? Dat gaat heel snel hoor. Ja, ik ben er wel benieuwd naar. Jij ook zeker? Reageren, ja. Nou, ik ook. Libanon. Dat is een eind weg, hè? Ja. Vrouwen. Zijn wel gezellig, ja. Ja. Mannen? Zijn ook wel gezellig, ja. Dood? Dat lijkt me niet zo gezellig. Lubbers? Die zou ik wel eens willen ontmoeten ook, ja. Ja, lijkt me heel leuk om met hem samen voor een scheerspiegel te staan. Nou. Stilte? Daar hou ik erg van. Liefde? Dat hoort erbij, hè. André van Duin? Dat is erg leuk. Applaus? Ja, als artiest kan je niet zonder. Rijkdom? Dat lijkt me leuk en niet leuk. Drank? Kan heel gezellig zijn, hè. Ik kan ook wel eens tegenvallen, een katertje achterhouden. Willem? Prima, zou die zonder kunnen. Nou, laat maar! De koe is al gesprongen! Ik onder kaasje. Ja, en daar is ze! Oh, duurt dat nog allemaal niet, ik word er! Hey, Bip. Ja, die is goed! Heb je van de week op de tv gezien, die spoorwegstaking? Nou, wat een toestand was dat, hè? Al die rails waren leeg, hè? Ja. Nou, heb jij dat wel leeg, ja, dat heb ik ook gezien. Nou, wat een toestand was dat? Ik weet niet meer, de groot hebben het over. Het komt omdat die spoorwegmannen die vinden dat ze dubbel gepakt worden. Nou, kom op, nou jongens, laten we even doorgaan met het programma. Ja, we gaan bijna nog alles heen, maar dat gaat toch allemaal, hè? Nou, kom op, knal ze er eens door. Ja, ik zin in er nog lang nog houden, hoor. Ja, we zijn even bezig met de prijs van Rome, Joop. Waar staat het? Nou, we moeten een t-shirt nog uitloten. Daar heb ik een notaris voor geregeld. Toch niet, Ja. Nee, hè? Nou, daar komt de notaris weer! Leo, kijk even uit, want er liggen allemaal nog voor die prut hier. Ja, zeker, meneer. Ik heb het al gezien hier zo, hè. Dat ligt allemaal los. Ja, daar ben ik weer. En ik heb trouwens te goed dat ik hier even ben, want ik heb in verbond met de Sinterklaas heb ik een zootje boterletters heb ik heel goedkoop kunnen krijgen. Die heb je nog nooit één keer goed opgekregen. De Sinterklaas heb ik een zootje boterletters heb ik heel goedkoop kunnen krijgen. Ik heb namelijk een zootje goedkope boterletters hebben kunnen krijgen van die vette jongens. Oh, dat is wel lekker dood van die boterletters. Hij heeft goedkope boterletters. Oh, kunnen we nu bestellen ook, meneer Leo? Ja, dat kan u rustig bestellen natuurlijk. Ik heb een hele goedkope partij, omdat ze van voren... Het komische hart van André ligt in de radiostudio achter zijn huis. Daar rommelt hij met Ferry de Groot het ene stemmetje aan het volgende. Ik heb het in de agenda opgeschreven. Oh, daar komt meneer Remmers ineens, ja... Meneer Remmers. Ja. Ja. Hallo. Chef. Je bent midden in het programma, hoor. Ja, sorry, maar ik moet ook even weg. Hé? Ik moet ook door. Wat? Ja? Chef, jullie zijn bezig met de Dik voor elkaar show, hè? Wat mij opvalt is dat jullie alles uit je hoofd doen, hè? Pure improvisatie. Nou, maar dat is leuk van het programma, omdat het allemaal spontaan erop komt. We hebben niks op papier staan, ook met alle grappen. En morgens om 10:30. Dan kijken we even de nieuwe plaatjes door. En dan kijken we of we die kunnen knippen of plakken, of in ieder geval zodanig kunnen verminken dat ze belachelijk worden. En jullie zijn het duo, dat doen jullie samen al 10 jaar, hè? Ja.
Maar je snijdt nu een heel ernstig onderwerp aan. Natuurlijk, wat 10 jaar lang met deze man. Ik denk dat je beter gewoon normale strafgevangenis kan krijgen. Zo, de Dik voor elkaar show, allemaal eventjes. Hè. Dat is dat nou? Dat bleek eigenlijk de doorbraak te zijn naar wat meer intellectueel publiek. Ja, door Dik voor elkaar is een wat intellectuele publiek ook het normale Van Duin repertoire een beetje gaan waarderen. Want voor die tijd was het allemaal een beetje platte lol, zoals het genoemd werd. Maar omdat je niet Dik voor elkaar een hoop satire doet en grappen uithaalt met andere mensen, dachten mensen, god, dat is wel aardig. En dan is misschien het andere ook wel anders bedoeld. Het bedoelt hij natuurlijk, hij zegt dit, maar hij bedoelt natuurlijk dat. Er werden allerlei dingen achtergezocht die er vaak helemaal niet achter zijn. Dubbele bodems. Ja, maar die bij Dik voor elkaar leent zich dat wel meer, wat meer voor, hè? Zitten er ook dubbele bonen in? Jawel, maar die vertellen we niet altijd. Ik zeg, mensen nemen het maar op zoals ze hem binnenkrijgen. Hè? Ja. Hoe lang zijn jullie daar nou mee bezig? Het was morgens 11:30 tot 6:00. En dan gaan we er even inlachen. Dus dat betekent dat er van die smal tape gaat naar 8 sporen toe. En dan kun je even lachjes bij doen. Kun je een stukje inlachen nu even? Ja. Ja. En dan is het programma is dan overgeschreven al. Ja. Dus dan zet je hier die band op. Oh, wow, dat gaat snel. Niet waar. Ja, nou wacht nog maar even. Het is nog niet klaar, hè? Ja. Kijk, dan heb je allemaal lachjes. Ja. En die kan je er dus allemaal onder zetten. Zaten we op te wachten? Nou, op de nieuwe aflevering van Dik voor elkaar natuurlijk, hè? Nou, kom niet om, hè, zo'n week, hè? Nou, dat kun je wel zeggen, hè? Wat duurt het lang zo'n week, hè, Toos? Nou, verschrikkelijk. Nou, het kan mij niet lang genoeg duren, wees, hè? Wat is dat weer, hè? Wat een geval, hè? Nou, kom op, jongen, we gaan gauw beginnen, hè? Wachten, de eerste klap is een dauwe waard, hè? Dat was van de week niet thuis, kan ik dan gelijk afrekenen, hè? Wie moet ik op zijn bek gaan? Dat is gewoon er gezegd. Kom op, de groot, wie knap. Oh, dat is het dus. Schrijf je en dan staat op 8 sporen en schrijf je terug en dan monteren we het weer. Ja, en dan ben je zo'n hele dag mee bezig. Zeg. Ja. Maar een leuke dag. Dan gaan we door hoor, we kijken wel weer even. Pieter, hè? Ja. Ik de hele zooi dus weer terug gaan zitten. Je hebt ook wel eens een keer gezegd dat je zoveel dingen van jezelf niet begrijpt, hè? Ja. Wat bedoel je daar nou mee? Nou, omdat ik nooit zozeer... ik zit vaak, dat heb ik wel eens meer gezegd, dat ik naar mezelf kan gaan zitten luisteren op het toneel. En als iets moet komen, dan komt het ook gewoon. Hè? Als er een grap uit moet komen, die komt dan gewoon. En daar hoef ik dan niet zozeer over na te denken. Dan is dat er al uit en denk ik, goh, en dan lachen de mensen. Maar dan op het moment dat ik het sta te vertellen, weet ik eigenlijk zelf nog niet waar ik nou heen ga. Denken, wat ga ik nou eigenlijk vertellen? Maar blablabla, is het toch al uit. Dat is leuk. Maar heb je er wel spijt van? Dat je dus in die spontaniteit ook wel eens een keer dingen zegt, potverdorie, dat had ik beter niet kunnen zeggen? Nee, dat heb ik nog nooit gezegd. Ik heb nog nooit dingen gezegd dat ik daar achteraf spijt van had. Ik heb toch een ingebouwde rem waarschijnlijk. Ik denk, nou, dat is misschien iets te ver. Je hebt al eens een keer gezegd, dat heb ik ergens gelezen, dat seks, geloof, rassentoestanden, daar liggen mijn grenzen. Hmm. Wat bedoel je daar nou precies mee? Ik kan niet zo ver gaan als een vreekte jongen bijvoorbeeld. Hè? Die neemt verder geen blad voor zijn mond. En dat is zijn stijl, maar dat is mijn stijl dus niet. Mijn stijl is toch voor een groot publiek waar er ook kinderen naar kunnen kijken. En waar ook mensen die zich wat sneller gekwetst voelen naar kunnen kijken. Ja, ik bedoel, je hebt mensen die zijn altijd gekwetst, dus daar kunt u geen rekening mee houden. Maar ik probeer gewoon een beetje de gemiddeld gangbare dingen te vertellen. En ik probeer geen mensen te choqueren of zo. Maar je gaat soms wel ver, hè? Ik ga wel eens ver, ja. Maar ik kan natuurlijk ook wel ver. Krititulaar, weet je nog wel. Ja. Die Kietelaar, ja. Ja, ja. Ja, nou, maar dat soort dingen kun je dan net permitteren. Maar je kunt het alleen maar permitteren als typetje. Hè? Als André van Duin, of als André Kivon. Nee, als André van Duin niet eens, kun je het niet zo permitteren. Maar op het moment dat je een alpinepet opzet of een baard voordoet of wat dan ook, dan ben je een typetje en dan ben je dus niet helemaal meer toerekeningsvatbaar op dat moment. Dat is hetzelfde als dat hij de Dik voor elkaar show. Al die figuur, ome Joop kan ook iedereen afkraken en roepen dat hij dat vreselijk vindt en met watjes in zijn oren zit. Terwijl ik dat als André van Duin gewoon als serieus André van Duin nooit zou kunnen zeggen. Dan zouden mensen zo, wat maakt die nou? Die gaat een beetje die en die afvallen. Ja, maar dat vind je dan, dat komt je wel eens een keer uit? Dat je denkt, weet je wel, ik zet even mijn petje op, kan ik even iemand... Ja,
Het is een prima uitlaatklep, ja. Maak er ook dankbaar gebruik. André, laat nog even dat begin zien. Druk die knop nog eens in. Ja, want zal ik dat even laten horen. Samenstelling Henri Remmers. Nou, dat was wel te zien ook, mensen. Wat een puinhoop, hè. Wat een puinhoop.